De 47 Canadezen die vandaag het monument in Welberg bezochten, zijn verbijsterd dat de klok is gestolen. Tijdens de ceremonie herdachten ze de 57 Canadese militairen die om het leven kwamen bij de slag om Welberg. Dat gebeurde in 1944, toen er 5 dagen werd gevochten om het dorpje te bevrijden. Voor nu kon de klok van de kerk ingezet worden, maar de Canadezen willen de echte klok per se terug. This is the gentleman that was putting up the ransom for the bell, and all of them would contribute if they can just get these people to bring the bell back. De diefstal zit de Canadese veteranen heel, heel hoog. We will pay you 500,000 euros. Or more if it has to be, but have the decency to bring the bell back. Ruim 100 mensen kwamen in de buurt van het monument om het leven. Bij het monument worden ook burgerslachtoffers herdacht. Ons initiatief is een vrijwilligersgroep. Daar zitten een aantal nabestaanden bij. Iemand die zijn broertjes verloren heeft, iemand die zijn vader verloren heeft toen bij die bevrijding van Welberg. Bij die Canadezen zijn mensen die hebben hun strijdmakkers verloren. Mensen die ook broers verloren hebben. Dus eigenlijk is het hetzelfde. Mijn vader was de eerste van de Belberg die gesneuveld is. En de mensen eromheen allemaal natuurlijk. En dat is voor ons een verschrikkelijke emotie. We're overwhelmed by the generosity, the feeling. We feel as one nation, not two. There's no better affiliation than the Canadians and the Dutch people.